gasten. En een hele goede dag. Hoi. Oh man, mijn intro is full retard. Ik moet hem goed doen. Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Dat is beter. Oké, okay. Call of Duty 4. Jullie denken, Arjan, what the fuck? En jullie denken ook, what the fuck is dit op mijn microfoon? Heb ik al een paar keer uitgelegd, maar er zijn nog steeds een aantal mensen die denken, Arjan, what the fuck is dat op je microfoon? Dus voor die mensen, er komt iemand aan. Komt iemand aan? Teammate lost top. Nee, er is nog steeds iemand. Ik ga hem killen. Hij gaat mij killen. Hij heeft mij gekild. Oké. Okay. Heel veel mensen denken, wat is dat op je fucking microfoon, Arjan? Nou, dat is een klein soort van doekje met een of ander ding eromheen. Zodat hij blijft zitten in ieder geval. Waardoor de echo eventueel ietsjes minder wordt. Eventueel zou dat mogelijk zijn. Dat hij ietsjes minder weet, de echo. Oh mijn god, zit je daar al bovenop? Wauw, die kill zit te snel, man. Maar goed. Hem heb ik. Yay! En de kill zit daar nog steeds bovenop. Of niet? Ik weet het niet. Ja! Rennen. Uh-oh. Fucker. Nou ja, in ieder geval. Want ik heb nog helemaal geen ene fuck gezegd over wat ik nu precies aan het doen ben. Dit is Call of Duty 4. En sommige mensen weten dat. Veel mensen weten dat. Hij zit te campen, dus hij is dood. Maar dit is Call of Duty 4. En ik dacht, hey, laat ik dat eens gaan doen. Want tegenwoordig word ik het een beetje zat om dingen te doen als Black Ops 2, Modern Warfare 3. Daar word ik een beetje gek van. Dus ik denk, wat nou als ik dit ga doen? Daar zitten trouwens allemaal snipers. En hij zit met een fucking RPD ofzo, wat was het? In ieder geval een fucking grof geschut. Maar goed. Maar ik dacht, laat ik eens eventjes een weekendje alle Modern Warfare's afgaan. Laat ik dat eens doen. Dat is toch een goed idee. Jawel. Hoe ging ik dood? Wauw. Oké. Okay. Fucking nice. Maar goed, ik dacht, ik ga een weekendje alle Call of Duty... Alle Modern Warfare's doen. Modern Warfare's. Dus ik dacht, laten we gewoon starten bij Call of Duty 4. En ik moet zo meteen mijn helikopter inkallen. Yay. En het is gedaan. Oh fuck, ze spannen daar. Oh shit, in de stad. Twee man daar. Dit is niet cool. Ik zit in een kutplek. Granaatje, help me. Of mijn helikopter, help me. Uh-oh, gestunt. Dit is kut. Maar goed, ik denk ik ga een weekendje alle Modern Warfare series af. Want dan doe ik dat tenminste ook eens een keertje. Want ik heb al een tijdje geen Call of Duty 4 normaal gedaan. Niet normaal Modern Warfare 2. En jij zit weer te campen. En de host en het game. Fucking nice. Dat is fucking nice aan Call of Duty 4. Dat de host de game end. Nou, ik ga nog een potje doen. Maar ja, ik dacht ik ga eens een weekendje gewoon alle Modern Warfare's af. Dus nu Call of Duty 4. Oftewel Modern Warfare 1. En gelijk een nieuw potje zoeken. En daarna ga ik Modern Warfare 2 doen. Oftewel Call of Duty 6. Uit mijn hoofd. Ja, Call of Duty 6. En daarna ga ik Modern Warfare 3 doen. Oftewel Call of Duty 8. Is dat Call of Duty 8? Fuck, dat gaat hard. Maar goed. Dan ga ik dus Call of Duty 8 doen. Oftewel Modern Warfare 3. En dat doe ik dit hele weekend. Iedere dag één deel. Op vrijdag. Het begin van het weekend. Call of Duty 4. Op zaterdag. Tweede dag van het weekend. Modern Warfare 2. En op zondag. Derde dag van het weekend. Jongens, jullie kunnen goed rekenen. Dan ja, dan doe ik Modern Warfare 3. Oftewel Call of Duty 8. Call of Duty 8, dat klinkt toch niet? Even die gozer mute in mijn team trouwens. Maar Call of Duty 8, dat klinkt niet. Modern Warfare 3 is het gewoon. En het klinkt heel vreemd om Call of Duty 8 te zeggen. Maar goed, Modern Warfare 3 ga ik dan doen. Ook. En het is weer eens wat anders. En ik word hier gelijk al gewoon fucking geowned. Maar ja, iedereen zit op een 3-4 bar. Want dat is fucking nice aan Call of Duty 4 ook. Dat die connectie gewoon zo voor fucking pest is. Jij staat hier in de hoek te campen, dus jij bent dood. Maar de lag is een beetje kut, dus ik kan geen fuck raken. En hiernaast staat ook iemand. En die is nu lekker dood. Ik ga... Fuck. Die lag is echt kut. En ik zit weer in het kutteam, maar ik zit ook op een 2 bar. Wauw, die lag is echt scheidirritant. Maar ja. Het zal wel, we moeten het doen met wat we hebben. Oeh, was die granaat nou een hit? Tenminste, was die direct impact en daarna nog eens een hit gewoon van de granaat zelf, van de boom.
wat een woord, van de boom. Ik bedoel van de explosie. Jij zit hiernaast. Niet doen. Moet je niet doen. Want campen komt je niet ten goede. En jij zit ook hier te campen. Niet cool. Uh-oh, UAV. Want gaan die mensen... Wow. Helle. Dat was één fucking kutgranaat. Fucking klote hoor, maar ja. Waar had ik het überhaupt over? Ik heb geen flauw idee waar ik het eigenlijk over had net. Maar ja, het zal wel. Holy shit, zit er nog iemand? Ik heb daar gewoon 3 mensen gekild in die hoek, man. What the fuck? Ze zitten allemaal op een fucking kluitje te campen en zo. En daar zit ook iemand die naar beneden is gesprongen. Uh-oh, hiernaast. Teammate, ga eerst. Uh-oh. Dit is niet heel cool. Ik heb hem. En de airstrike. Yay. Oké, nu moet ik even normaal gaan zeggen wat ik nou precies ga doen. Jullie weten het waarschijnlijk wel ongeveer. Fucking granaat. Anders had ik nu gewoon een fucking attack helikopter. Dat is ook zo'n woord. Attack helikopter. Maar goed. Wat ik dus al een paar keer fucking kutsniper. Fucking kutsniper. Oh man. Daar word ik echt geschift van. Zulke mensen die zo aan het spelen zijn. Die nog dat geluk hebben ook dat ze mij vanaf 2 fucking meter toevallig kunnen quickscopen. Wat knap. Hoera. Ga eens dood. Alsjeblieft, dankjewel. Achter me. Teammates lossen het wel op. Nu ga ik het doen. Ik pak die sniper en ik ga nu iemand killen. Kom op. Kom de hoek om. Oh my god. Ik word zo hard geowned door granaten. Is niet leuk. Is echt totaal niet leuk. En daarboven staat gewoon een of andere full retard trickshot ofzo. What the fuck? Uh-oh. Ik heb hem. Oh. Hem heb ik ook. Holy shit. Ondanks de lag heb ik ze toch. Al word ik gelijk weer gekillt. Maar goed. Ik hoop dat jullie een beetje duidelijk weten wat ik nu dit weekend ga doen. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd. Ik denk het niet. Ik weet het van niet eigenlijk. Want eigenlijk is dit een van de slechtste uitleggen ooit. Van wat ik ooit ga doen. Maar dat is dus een soort van het idee. De hele Modern Warfare 3 serie. Ja, goed Arjan. Goed man. Nee, de hele Modern Warfare serie in dit weekend. Dus op vrijdag Call of Duty 4. Zaterdag Modern Warfare 2. Oftewel Call of Duty 6. En op zondag Modern Warfare 3. Oftewel Call of Duty 8. En dan heb ik ze allemaal gehad. En nu heb ik weer een airstrike. Nu wil ik niet doodgaan, want ik wil... Anders had ik hem weer gehad. Anders had ik weer mijn attack helikopter gehad waarschijnlijk. Fucking kutgranaten de hele tijd. Waarom zitten er zoveel granaten in dit spel? Maar goed, dan weten jullie in ieder geval wat ik dit weekend ga doen. Voor de fucking 1000ste keer. Dat is weer de quickscope, dus die moet gelijk dood. Jorge. Ik zeg Jorge HD. Wat een naam. Jorge HD. Oh man. Weer een granaat. Niet cool. Teammate gaat dood. Oh nee, hij gooide de granaat terug. Wauw, wat een goede teammate. Fucking teammates weten gewoon eens een keer hoe ze iets moeten doen. Jullie zitten hier met z'n allen. Ga eens weg. Niet cool. Uh-oh. Twee man. 3 man. Had ik er drie? Het was lag. Ik had er kennelijk 3. Ik vind het knap dat ik er daar 3 had. Ik sta 28-10. En kijk naar mijn team. En kijk naar de connectie. We verliezen dit nog ook, hè. Ik sta 28-10, maar we verliezen dit als de tering. Fucking goede teammates, man. Echt gewaardeerd weer. Dankjewel, Call of Duty, voor die teammates. Ik waardeer het echt enorm. Maar niet heus. Maar ja, fuck it. Hopen dat het bij Modern Warfare 2 of Modern Warfare 3 beter is. Ook al raak ik geen fucking, duurt het lang om te laden. Holy shit, teammate heeft het kennelijk allemaal al gekillt. Oké, dan maak ik hem wel dood. Ook al gaan er nu sowieso mensen aankomen. Dat bedoel ik. Nou ja, UAV'tje is nooit weg.
zit hier om de hoek. Oké, hem heb ik nog ook. En dan word ik weer uit mijn zij gekild. Jee, oh shit, we winnen. Fuck yeah! Yeah! We zijn aan het winnen. Holy shit. Oh man, dit is echt een van mijn actievere commentaries. Echt gewoon fucking nice. Ik vind het ook gewoon leuk om actief te zijn. En waarschijnlijk is het ook leuker om dan te kijken. Ik weet het niet. Moet jullie maar achterlaten of jullie het leuker vinden. De actieve Arjan of de normale Arjan. Die gewoon een beetje normaal zit van hoi. Oh fuck. Waar zit je? Waar? Zo, lag. Oh nee, ik zit vast. Waar zit ik vast? Onder de trap. Ik zit met mijn voet vast onder de trap. Fucking kutspel. Ze hadden hier zelfs in dit spel een moderne trappen. Oh, fuck, granaat. En dan, ik ben al om de hoek. Gaan we... Ik ben toch al om de hoek? Wow, ik was al om de hoek. Ik vond mezelf dat ik om de hoek was. En ik heb gewoon 40 kills. Fucking niet normaal, joh. Anders dan zaten wij nu pas op 280 punten. Connection interrupted. Ja, nou, kom je daar nu pas achter, spel? Hé, hey, weet je, de connectie is kut. Maar dat is het al het hele potje. Maar laten we het maar tegen het einde gaan zeggen. Nou, dit was Call of Duty 4. ja. Fucking kut connectie. Maar goed, morgen Modern Warfare 2. Hopelijk is dat beter. En we gaan het wel zien. Ik bedoel, ik ben benieuwd. We zullen het zien. Maar goed, jongens. Dit was het. Call of Duty 4. Laat even een groen duimpje achter als jullie ervan genoten hebben. En laat even achter in de reacties of jullie nou liever actieve Arjan hebben of de rustige Arjan. Ik vind het gewoon leuk om actief te zijn. En ik weet niet, misschien maakt dat het leuker. Nou ja, ik moet hier echt mee stoppen. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter en tot de volgende keer. Jongens, bedankt voor het kijken en adieu.